In deze video ga ik het hebben over de trage schildklier. Ik ga je vertellen wat schildklierhormonen doen, hoe ze uit balans raken, hoe je een onbalans kunt herkennen en daarnaast hoe je onbalans kunt herstellen. De schildklier vind je onderin je hals voor je luchtpijp en daar wordt een fantastisch hormoon gemaakt, namelijk schildklierhormoon. En schildklierhormoon is zelf nog niet actief, het is namelijk T4, een tyrosinemolecuul met 4 jodiums erom. Ja, en dat is niet passend voor de receptor. Er moet eerst nog 1 jodium afgehaald worden en dat wordt in de lever gedaan en in de lichaamscellen. En dan is het ook wel actief schildklierhormoon. En actief schildklierhormoon is werkzaam en dat betekent dat het de functie kan doen, namelijk het versnellen van de stofwisseling. En dat is belangrijk, want je verbranding moet op peil zijn, je doorbloeding moet goed gaan, ook je neurotransmitters in de hersenen moeten goed werken, waardoor jij je lekker voelt. En dat gebeurt allemaal wanneer die schildklier zijn werk doet zoals hij moet doen. Een trage schildklier, ook wel hypothyreoïdie genoemd, is een onderfunctie van de schildklier. Er worden dus of te weinig hormonen gemaakt, of de hormonen werken niet goed. En dat betekent eigenlijk dat ze niet goed omgezet worden in de actieve vorm. T4, wat inactief is, moet in de lever en de lichaamscellen omgezet worden naar T3, de actieve vorm. En daar kan het ook misgaan. Dus je hebt aan de ene kant een medisch probleem op de schildklier zelf. Dat is eigenlijk de term hypothyreoïdie zoals die bedoeld is. Maar je kunt ook een omzettingsprobleem hebben van T4 naar T3. En in beide gevallen leidt dat tot klachten en symptomen. Een trage schildklier kun je herkennen aan allerlei symptomen. De schildklier zelf kan problemen geven, namelijk dat die gezwollen is. Dat zorgt natuurlijk voor een bepaald aangezicht van de buitenkant. Maar ook intern kun je het merken, dat je bijvoorbeeld een heese stem gaat krijgen of je voelt iets drukken op je luchtpijp. En daarnaast kan het zo zijn dat de onderfunctie zelf allerlei symptomen gaat geven. Als de verbranding lager wordt, betekent dat bijvoorbeeld een lagere hartslag, dat je meer moeite hebt met je vetpercentage laag houden. En daarnaast ook dat je het koud krijgt, koude handen, koude voeten, puntje van je neus is daar erg herkenbaar van. De doorbloeding wordt minder, dat zorgt ook vaker voor couperose, spataderen. Je merkt ook dat je haar wat makkelijker uit gaat vallen. Dat noem je ook wel alopecia diffusa, namelijk haarverlies, maar dan over het hele hoofd heen. Dus al geheel dunner haar. Daarnaast is het ook belangrijk als je kijkt mentaal. Je hebt de neurotransmitter serotonine, waar je je lekkerder voelt, wordt ook vaak wat minder. En dat zorgt voor een depressief gevoel en ook ander eetgedrag. En veel mensen met een trage schildklier gaan ook meer eten. Er wordt zelden over gesproken, maar meestal is dat toch iets wat je ziet. Ja, en daarnaast kun je nog een hele rij van symptomen kun je opnoemen. Want die stofwisseling is natuurlijk de basis van alles. Een trage schildklier kan allerlei oorzaken hebben. Allereerst kunnen we gaan onderverdelen in schildklierproblemen op de schildklier zelf. Dus meestal de medische schildklierproblemen heb je het dan over. Of omzettingsproblemen. De omzetting van T4 en T3. En vooral in de lever gebeurt dat. Kan niet helemaal goed gaan. De schildklier zelf, de meest voorkomende oorzaak, vooral bij vrouwen, is de ziekte van Hashimoto. Dat is een auto-immuunziekte waarbij je immuunsysteem de eigen schildklier gaat aanvallen met antistoffen die de schildklier traag maken. Nou, daarnaast kan het ook zijn dat je jodiumtekort hebt, want schildklierhormoon wordt natuurlijk ook van jodium gemaakt voor een deel. En er zijn ook allerlei andere oorzaken te bedenken die wat zeldzamer zijn, zoals ontstekingen, vergroeien, zwellingen die niet Hashimoto-achtig zijn van aard. Daarnaast de omzetting van T4 naar T3, daar liggen heel veel leefstijlvraagstukken tussen en meestal doet de arts er ook niks mee. Maar als je een coach bent en zeker een trainer hormoonfactor, ja, dan doe je er wel wat mee. Dus namelijk kijken naar bijvoorbeeld onderliggende problemen op de lever, dat er een leverprobleem is. Een tekort aan selenium kan een oorzaak zijn. Als je een burn-out of bijnieuitputting hebt, kan die T4, T3 omzetting verminderen. En daarnaast een tekort aan progesteron. Hele zoektocht, maar je ziet allerlei oorzaken te bedenken. Als er een vermoeden is van een trage schildklier, dan kan de arts een bloedtest aanvragen. Wat hij dan meet is de T4 en de TSH. De T4 is het inactieve schildklierhormoon en dat is dan te laag. En het TSH, het hormoon van de hypofyse dat de schildklier aanstuurt, is dan te hoog. Bij deze diagnose kan de arts schildklierhormonen voorschrijven. De T3 kan in principe ook gemeten worden. Dit wordt alleen zelden gedaan door een arts, maar eerder door een leefstijlcoach of een ander soort therapeut. Want meestal ligt het probleem dan ook buiten het medische specialisme. Voor een trage schildklier zijn vele oplossingen te bedenken. En het hangt natuurlijk af van de oorzaak.
De meest voorkomende oorzaak is de ziekte van Hashimoto. Daarbij is aan de ene kant natuurlijk de schildklier vertraagd en aan de andere kant het immuunsysteem overactief. Die trage schildklier wordt opgelost met schildklierhormoontabletten. En op het gebied van het immuunsysteem kun je vanuit leefstijl behoorlijk wat doen. En natuurlijk de algemene hormoonfactor leefstijl met speciale nadruk op het gebied van de darm, zou ik zeggen, en stressreductie. En dan kun je een heleboel doen om in ieder geval het immuunsysteem tot rust te brengen. Een andere oorzaak is jodiumtekort. En dan is het natuurlijk belangrijk dat jodium aangevuld wordt. Verder hebben we vooral ook vanuit leefstijl heel veel te doen op het gebied van de omzetting van T4 naar T3. Selenium, daar moet geen tekort aan ontstaan. Dat is een van de thema's waar je op kunt letten. Daarnaast op leverniveau moet alles goed functioneren. Er zijn ook speciale aandachtspunten voor. En wat een heel groot probleem is bij veel mensen, is toch burn-out of bijnieuitputting. En dan is stressreductie ook bij die omzetting een heel belangrijk thema. Je kunt er van alles aan doen, maar uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk om het allereerst te herkennen, zoals je nu hebt geleerd in deze video. En daarnaast natuurlijk ook om het op te lossen op de plek waar jij de oplossing nodig hebt.